De Suriname Chinese United Association, SCUA, heeft vanmiddag een persconferentie gehouden in verband met het eerste lustrum van de Tempelveer. De veer of beurs wordt gehouden in verband met de viering van het Chinees nieuwjaar op 5 februari aanstaande. Het jaar van het varken wordt met de gehele Surinaamse gemeenschap gevierd op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Dit zegt Li Xixiong, voorzitter van SCUA. Cindy Lee, secretaris van de organisatie, fungeerde als tolk. Het is vanaf 10 uur morgens tot 21 uur s'avonds. Zoals elk jaar is het gratis toegang. We hebben springkussens en spelletjes voor kinderen om te spelen. Er zullen snacks en drank zijn van verschillende etniciteiten, dus zoals Chinees, Japan, Creools en ook dranken. Daarnaast hebben we ook wat van die standjes dat men hun producten kunnen promoten van verschillende bedrijven. In de ochtenduren tot middaguren hebben we optredens van verschillende etniciteiten. En in de avonduren vanaf 7 uur hebben we dan officiële optredens van alle Chinese verenigingen. En wij verwelkomen iedereen, dus het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe jong je bent, van welke etniciteit je bent. We willen graag hebben dat we die dag met iedereen van de Surinaamse samenleving deelt. Dus iedereen is welkom. En ja, er zijn verschillende activiteiten, dus we kijken er naar uit om jullie daar te ontmoeten. In totaal zijn er 14 verenigingen aangesloten bij SCUA. Enkele van hen hebben op 5 februari ook hun eigen activiteiten. De ambassadeur van China, Li Qiang, gaf aan dat Suriname en China door de jaren heen een goede vriendschap en partnerschap hebben opgebouwd. Hij hoopt dat deze relatie verder wordt versterkt op zowel sociaal als cultureel gebied, vertaalde Li voor de ambassadeur. Zoals iedereen eigenlijk ook al weet, Chinees nieuwjaar is heel erg belangrijk voor de Chinezen. En waarom hij ook zo erg dankbaar is, Suriname is het eerste land dat het Chinees nieuwjaar eigenlijk een vrijdag aan ons geeft. En we zijn heel erg dankbaar daarvoor. En omdat Suriname ook zoveel verschillende etniciteiten heeft en omdat wij zo'n dag hebben gekregen dat het een vrijdag is voor iedereen, dan is hij ook heel erg dankbaar dat eigenlijk alle etniciteiten komen. Dus alle rassen, iedereen kan komen om het samen met ons te vieren. Namens de Chinezen wens ik u alvast een veel gezonde jaren, en ook Chinese jaren na deze. Heel veel geluk en ook heel veel, hoe je het zegt, is like heel veel geld. We wensen heel veel geld, dus dat heel veel geld komt voorspoed. Cindy Lee, secretaris van de Suriname Chinese United Association. Zij fungeerde vanmiddag als tolk op de persconferentie die de vereniging heeft georganiseerd in verband met de viering van Chinees nieuwjaar op 5 februari. De persconferentie is gehouden in de zaal van Sheng Fafui Kong aan de Keizerstraat.